Met het beste materiaal en gebruikmaking van de allerlaatste technieken maakt hij uw verstopte afvoer open en schoon, zodat de problemen voor eeuwig voorbij zijn. Ook heel van deze tijd kunt u hem natuurlijk ook bereiken via het internet. Ontzettend van genoten hebben. Ik denk dat ze toch aan dit vliegende de beentjes vandaan. Dames en heren, de trio van 2012-2013, Lucas, Paul en Bianca. Die was van jullie, duikers. Dankjewel namens heel Otterbosch-school opnames. We hebben heel fijn met jullie samengewerkt. Nou, de nieuwe jeugd die hebben we al gekozen, dat prinses... Ik wil er heel even tussendoor komen. We hebben het vorig jaar heel erg gezellig gehad. En wij willen toch een klein beetje de hand hebben in de prins en uit je dat en de kop voor volgend jaar. Dus we hebben een act voorbereid en die heet Houdini de nou. Dat was hij. En kijk en zie. Ja, oh ja, dankjewel, heet Eddie. Sorry. Dat er voorbij gaat. Ja, dat is genoeg. Dan moeten we kijken, maar. Dus bij deze, sorry, Arno, maar ik weet niet wie jou gevraagd heeft, maar niet de Prinsen Keuzecommissie, denk ik. Dus bij deze, ik word de prins. Wie is van de wacht naar de gedachten? Lijf is een bitch, zeg ik wel eens ooit, maar ja, het is, ik ben door de officiële commissie gevraagd en ik heb tegen iedereen gezegd dat hij is toch de officiële commissie. Hij heeft me gevraagd. Ja, hij? Dat kan niet. Nee. Ik weet niet wat er naam. Oh ja. Zou het niet zijn om Arno te vragen als adjudant? Oh, sorry. Zou het niet zijn om Arno te vragen als adjudant, hoor? Ik lees net, ik wil geen adjudant worden. En daar lees ik goed voor. Ik word kwaad en ik kan echt op... Ja! Hij wordt ook echt kwaad, hè? Dat zie je wel. Kom, hij is altijd kwaad. Ja, dat bedoel ik. Hij krijgt ze nog op een Arno, bedankt, jongen. Ik had een naam voor prins. Dat is een piercing. Dankjewel. Hallo. Dat er niks aan deel. Bedankt voor je moeite. Hey, trommelzen. Ah, dat is juist. Ja. Trommelzen. Ja, dat is gewoon een vrij muziek, mijn kusjes. Want ik denk dat we nou wel naar de man supreme beginnen te komen. Heel langzaamaan. Het gordijn is dicht.
Dit was een beetje een leuk spelletje. Ik hoop dat jullie er een klein beetje in gehad zijn. Maar nu gaan we echt over naar... Oh nee, wacht Paul. Wil jij dan voor 2014 ook de kop zijn? Jazeker, hoor ik. Ik ben de kop 2014. Heel mooi. Applaus voor Paul van der Lunge. Hij kan toch niks anders doen of toch wel? Dat is het, van 2014 is geworden, niet Bianca Mulders, die is die stiekem achtergelopen en staat er nou weer in. Misschien is dat ze trouwens niet, hè? Ja, dat weet ik niet. Maar Bianca... Ja, ik zie ze. Heeft aangekondigd. Zo, het is dat geworden. Ik heb vorig jaar Prins Lucas aangekondigd. En als je dan Bianca met een bepaalde slogan. We hebben een nieuwe adjudant. Dat kan mannelijk en vrouwelijk zijn, dat is hetzelfde woord, allebei adjudant. Ik ga Prins Lucas en zijn nieuwe adjudant aankondigen met een nieuwe slogan. En ik stel voor dat we nou de spanning op kunnen bouwen. Want, dames en heren, drink op hen. En van een pilsje zijn ze niet vies. Want hier zijn voor u Prins Lucas en adjudant Patrice. Om op het podium te komen. Zoals Hans van Busmet zei, Patricia, eerste reactie. Fantastisch. Ja, dames en heren, hier staan ze dan, de hoogheden voor 2014. Alleen, dat moet heel officieel eventjes. En dan begin ik rechts. Paul, ga jij voor 2013, 2014 weer als kop Paul? Yes sir, dat is jaar in Nederland. Kop Paul! Ja, Patrice. Ha, ik zag hem bij de Tangmalers in Tilburg. Ik denk, ze kent me ineens niet. Ik liep niet, maar dat hadden jullie al in de gaten natuurlijk. Ik denk, moet ik al iets zeggen? Ik durfde niks te zeggen, want er waren heel weinig mensen wisten dit. Ja, volgens mij weet ik het antwoord, maar kan ik toch vragen. Had je dan Patrice ga jij voor carnavalseizoen 2013-2014? Jazeker, dat is een duidelijke. Had je dan Patrice? Als je nou meer gaat zeggen, Brent. Prins Lucas, we kunnen hem nog weer komen. Heb je dan klaar, denk ik. Zou je doen? Nee, hij wil het niet doen nou. Hè. Zit je nog? Hij klopt nog, hij is er nog. Nee. Prins Lucas, 2012-2013. Wil jij het ook in 2013-2014 nog een keer doen? Ik zou het fantastisch vinden. Ja, we hebben er lang op moeten wachten. Vorig jaar dinsdagavond, net na 12 uur, was onze kop zijn linker schoen kwijt. Ik denk nou dat ik weet hoe dat hij was. Heb je goed? Ja, zeker. Heel mooi. Hartstikke mooi. Dan zou ik zeggen, geef hem maar aan onze kop. Nou, dat is mijn schoen weer. Ik heb een half jaar van jou moeten janken. Maar ja, dankjewel. Ik ben heel onder. Hier in het gestoord om een geweldige carnaval aan te maken. In 2012, 2013. Nee? Hartstikke bedankt. Hij moet nog wel in de luiers gezeten hebben. Dat is zeker niet gewoon, maar Stefan is 22 jaar lid van de Crucius, dus dat is zeker een applausje waard. Dames en
Nou kan ik een aantal dingen doen, dan kan ik van die 22 jaar alle leuke momenten gaan vertellen. Nou, dat gaan we niet doen, dat is één. Nee, er zijn er heel veel geweest, daar ben ik van overtuigd. Ik ben er ruim de helft van de tijd bij geweest en dat was in ieder geval fantastisch. Ook voor jou, Del Stefan, we gaan er over 2 weken nog een keer bij stilstaan. Maar we hebben een klein ritueel op het 11-11 al. Voor iedereen die bij ons jubilaris is, maken wij een hele mooie persoonlijke sjaal met een boodschap van alle kruisjes apart. Dus Stefan, ook voor jou, hele mooie sjaal. Van harte gefeliciteerd en hopelijk nog vele jaren uiteraard en blijf erbij. Hij gaat hem gelijk omdoen, dus... Gelukkig is het niet warm inderdaad. Onze jassen zijn ook super net absorberend, gelukkig. Nee, Stefan, bedankt voor de 22 jaar tot nu toe. En veel plezier de komende jaren nog. Ga ik het woord teruggeven aan Gerry, denk ik. Volgens mij hebben we nog wat rituelen te gaan vanavond. Gerry, woord aan jou. Dankjewel voor de tijd. Dankjewel, Stefan. Ook namens ons natuurlijk. Hartelijk bedankt. Zo, dat is de eerste. De kop is eraf. Hoe gaat het? Ja, nog steeds te brengen? Dat is te zwaar, want dan houden we de wethouder bij. Dat is even alles in. Oké. Nou, maar dan maken wij een wethouder, want die zijn er al druk in. Voor de adjudanten. Want heel veel mensen zijn van mening dat de prins de baas is met carnaval. Maar dat is absoluut niet waar. De adjudanten is de baas met carnaval als zij fluit met de raad van 11. Maar ook de hoogheid en de kop echt naar haar luisteren. Dus haar tekening, het fluitje voor adjudant Patrice. We zijn er ook toch al 2 dagen in voor. Nou, het gaat goed. We zijn trots op u. We gaan lekker verder. We gaan lekker verder. Nou, dan gaat het dan, Prins. Wat gaat er toch gebeuren? Jij hebt 3 tekens. Bij de jeugd horen wij altijd precies waar het om gaat. Dus we gaan jou alleen de tekens geven. En we beginnen met de prinsenketting. De prinsenketting waar alle prinsennamen in staan van de afgelopen jaar. Oh jee, nou wordt er een beetje gebakken lijkt. Nou wordt er een beetje gebakken lijkt wie de mooiste ketting heeft. Wie de mooiste ketting heeft, dan wordt nu een beetje over gebakken lijkt. Ja. Nee, dat komt goed, ik vind het ook mooi gedaan. Eerst de sketter. Dankjewel Hans Keurig, zoals
altijd anders, weer hartstikke mooi. Het is heel duidelijk wat het over gaat. Ik wil heel graag hebben dat de prins en de adjudant en de kop hier even achter komen staan. Want we hebben een paar mensen die al eventjes tijd hebben gehad. Burgemeester, dat we heel even bij willen. Is prins Lucas de Lutze voor de tweede keer. Dank u wel. Goed, dan zou ik graag eerst de opdracht willen laten geven aan jullie. En dan hebben we even wel onze prinses mag graag iets zeggen naar haar volk. En misschien zullen we ook nog iets willen zeggen, dat weet ik niet. Maar we gaan eerst even luisteren naar de opdracht van onze burgemeester. Het is aan u. Thank you.